Een extensie is een toevoeging aan een browser. Aan alle browsers kun je extensies toevoegen en de mogelijkheden zijn talrijk. Er zijn behoorlijk wat gratis extensies en voor anderen moet je wat betalen. In deze auto kijken we vooral naar het beheren van extensies in Google Chrome. Google Chrome is geopend. Hier zie je een drietal extensies die eerder zijn toegevoegd. Als je zelf een extensie wil toevoegen, ga je naar de webstore van Chrome. Als de bladwijzerbalk in beeld is, klik je hier op Apps. Of je typt in chrome.double.slash/apps. Hier klik je op Webstore. Je zorgt ervoor dat extensies is geselecteerd. Installeren is simpel. Je klikt op een extensie. En je voegt deze toe aan Chrome. Je ziet dat de extensie is toegevoegd. Maar als deze tegenvalt of je wilt om een andere reden deze niet meer gebruiken, kun je de extensie verwijderen. Daarvoor ga je via de puntjes naar Meer hulpprogramma's en kies je Extensies. Je ziet dat er hier veel meer extensies zichtbaar zijn dan je in de werkbalk ziet. Deze extensies zijn wel geïnstalleerd, maar niet ingeschakeld. Als je deze knop gebruikt, kun je een extensie inschakelen. Als je niet alle extensies ziet, ga je via de puntjes naar de andere. Ze worden dan bovenaan weergegeven. Je kunt per extensie de details bekijken. En hier aangeven dat je deze extensie ook in de incognito-modus wilt gebruiken. En als je de extensie toch niet gebruikt, kun je deze verwijderen. Maar rechtsboven kun je de ontwikkelaarsmodus inschakelen. Hier kunnen zelf ontwikkelde apps of extensies worden uitgepakt of ingepakt, maar dat is bedoeld voor Chrome-beheerders en ontwikkelaars met ervaring in het ontwikkelen van Chrome-webapps. Wel handig is dat je hier in één keer alle extensies kunt updaten. Via de knop linksboven kun je naar Sneltoetsen. Je ziet dat je hier een aantal extensies kunt laten activeren door er een sneltoets aan toe te voegen. Via het kruisje verwijder je de sneltoets. Ook als je met de rechtermuisknop op een extensie klikt, kun je deze beheren. Je kunt hier kiezen voor Verwijderen uit Chrome of Verbergen. Hier kun je kiezen voor het beheren van de betreffende extensie. Tot zover deze how-to over het beheren van extensies in Google Chrome.